Ik ben Rian Duinink en sinds 2011 betrokken bij De Horst en De Schakel. Eerst als lid van de Raad van Toezicht en sinds 2014 ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van De Horst en De Schakel. Wij hebben een overeenkomst ondertekend, een resultaatgerichte samenwerkingsovereenkomst met Marsaki en Van der Linden. Goedemorgen allemaal, welkom in dit kleine gezelschap. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben erg blij met de code of conduct die erboven ligt, de gedragsregels, hoe we met elkaar omgaan. We gaan tekenen. Ja. Martin van Popering, locatiemanager van De Horst. Sinds november 2017, dus nog relatief kort. Maar gestart in een omgeving, in een mooie serviceflat, vol op uitdaging en een aantrekkelijke leefomgeving. Ja, de samenwerkingsovereenkomst is zeker tot stand gekomen. Ik zie het maar als een pilot met de kozijnen die vervangen zijn vorig jaar. Dat is goed bevallen. Daar zijn heel veel positieve reacties op gekomen. En het is belangrijk dat je partners hebt, die zijn gevonden in Van der Linden en Marsaki, waarmee je vooruit kunt. Door samen te werken met vaste partners, werk je dus samen met mensen die de organisatie kennen, die de gebouwen ook kennen, waarmee je niet steeds opnieuw hoeft te beginnen als er een bepaalde opdracht uitgevoerd wordt. Ik ben Henk Draaier, voorzitter van de bewonersvereniging van De Schakel. Wat ik heel erg gewaardeerd heb en wat bewoners heel erg gewaardeerd hebben, is dat dat team veelal uit dezelfde mensen bestond. Zodat er niet steeds een ander binnenkwam waar ze weer aan moeten wennen. Dat hebben ze heel goed voor elkaar gekregen. Een element wat in ieder geval in beide complexen speelt, is dat wij kijken naar het meer duurzaam maken van de gebouwen. Kunnen we iets bijvoorbeeld met zonnepanelen, dat is een van de punten die in beide complexen speelt. Ook daarvoor geldt, wat is wat heeft het voor praktische consequenties? En anderzijds, hoe kunnen we dat op een verantwoorde manier financieren? Terwijl nog niet eens alle appartementen gerenoveerd waren in heel 2017, eigenlijk maar een derde, is er nu al over heel 2017 50% minder stookkosten in het hele gebouw. En dan praat je over ongeveer €40.000. Ja, minder stookkosten dan in 2016. Dus dat is behoorlijk. Ik denk dat de duurzaamheid hoog op de agenda moet staan. Misschien wat vreemd voor mensen die tussen de pakweg 65 en 105 zitten. Maar we gaan toch ook voor de duurzaamheid, want het gaat ook om hun kinderen en hun kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dat moeten we toch proberen om daar ook een steentje in bij te dragen.